Is je boy iemand liefst op je beeldscherm en welkom bij een gloednieuwe video, boys. We zijn er weer. Jullie hebben me gemist, ik heb het gezien aan de vorige video, maar jullie zijn hard gegaan, man. Daar hou ik van, bro. Stel jullie vragen in de comments. Wees actief. Zo heb ik ook meer zin om de video's te maken. Dus ja, man, ik heb sowieso zin om elke dag weer te knallen. Maar waarom is er gisteren nu geen video uitgekomen? Vanaf nu ga ik geen video's droppen op mijn rustdagen, boys. Wat is er gebeurd? Bro, ik was klaar, ik werd wakker. Vroeg actief. Bro, ik ben daar. Ik maak mijn tas, ik zet mijn mics klaar, fully geladen, ik heb zin, bro, ik heb mijn video zelfs voorbereid. Als je weet dat ik mijn video voorbereid, dan weet je van, video gaat aan zijn, snap je? Dus ik doe mijn schema open, ik denk, waar ga ik een beetje vandaag over praten, snap je mijn video? Ik zie je rustig, bro. Ik ben mijn coach, ik zeg, dat ken je, bro. Ik zeg, hoezo rustig op dinsdagen? Hij zegt, ja, dit, dat. Ik zeg, bro, voelde me echt gefuckt, man, want ik was echt ready om gewoon weer te knallen, weer een video online te gooien. Maar ja, mijn rustdagen. En ik heb ook geen zin om altijd hetzelfde te laten zien op mijn rustdagen. Snap je? Jullie weten, ik doe cardio, jullie weten, ik stretch. Ik moet dat geen 30 keer gaan zeggen. Jullie hebben de boodschap begrepen. Maar voor vandaag, we zijn er, man. Dat is het belangrijkste. Vandaag gaan we leg day pakken. In plaats van 6 van 5 gaan we nu switchen naar 6 van 3. We gaan volume naar beneden doen. En we gaan beginnen met de intensiteit te verhogen, man. Op zich is het niet de bedoeling dat ik deze dagen echt ga pushen. Het is eerder de bedoeling dat ik gewoon door de motion ga met het gewicht, maar ook niet met te licht gewicht, snap je? Mijn werkset gaat vandaag waarschijnlijk tussen de 240 en 250 kilo zitten. Ik heb er zin in, man. Let's get it. Ik heb mijn pre-workout trouwens al genomen, boys. Ik kon niet wachten vandaag. Maar jullie weten wat ik heb gedronken. Cosso Nutrition, opgepompt. X Madlabs vandaag, geen tsunami. Let's get it. Intussen ben ik aan het opwarmen. Ik ben momenteel bij 120 kilo. Deze is mijn tweede squat sessie back sinds mijn wedstrijd. Dus mijn wedstrijd is nu hoeveel dagen geleden? 7, 8, 9, 10, 10 dagen geleden. Normaal gezien squat ik dus altijd op dinsdag. Dat is nu woensdag geworden, maar vorige week dinsdag of woensdag heb ik niet gesquat. Waarom? Ik had net wedstrijd gehad. Ik heb geoverschoot, dus het is niet slim om gelijk erna te gaan pushen. En gelijk weer, ja, misschien een blessure te gaan catchen, snap je? Wat veel mensen niet weten is, ik heb nu sinds wedstrijd een beetje last aan mijn linkerbil. Waarom? Bro, ik kwam die warm-up ruimte binnen. Normaal gezien is er een pauze tussen twee groepen. Dus wanneer er twee groepen zijn, is er een pauze van 15 minuten. Maar de wedstrijd liep achter, waardoor die groep gelijk startte, snap je? Dat heeft mij dus 15 minuten gekost van mijn opwarming. Dus ik kwam binnen, bro. Ik was gewoon buiten aan het chillen met Ali en zo. Opeens Cedric, mijn coach, hij komt en zegt, hey, je moet beginnen opwarmen, bro. Die zijn al bij de tweede beurt. Bro, jullie moeten denken, het is tweede beurt, derde beurt en dan moet ik. Dus ik heb nog maar, hoeveel? 14 mensen voor me. En ik heb nog niks van opwarming gedaan. Bro, ik ga naar opwarmingruimte. Ik heb mijn kleren nog aan, alles. Ik doe gelijk bar 70, 120, 170, 220, 250. Minder dan 6, 7 minuten, bro. Dat was crazy, man. Ik had zelfs nog niet eens pre gedronken. En dat is de reden dat ik de week na competitie best stijf ben geweest. Dus vandaar doe ik nu vandaag net wat meer warm-ups. Net wat meer injury preventie. Om gewoon niet geblesseerd te geraken. Dus nu 120. Let's get it. Yes sir, boys. De topset van vandaag is geloot. 250 kilo. We gaan deze 3 reps doen. Warm-ups voelde solid vandaag. Dus ja man, gewoon gefocust blijven, bro. Ook gewoon goed uitpakken. Wacht op startcommando, ook al ga ik 3 reps doen. En ja man, we gaan er het beste van maken. Focus. Boys, topset ging net zoals we die wouden hebben. Nu gaan we door, min 12%, 220 kilo, 3 sets van 3. We gaan proberen gefocust te blijven, alles hetzelfde te doen. Alsof deze fucking 320 kilo zou zijn, snap je? Squats van vandaag zitten erop. 1 set van 3 met 250, 3 sets van 3 met 220. Een klein werkpuntje voor mezelf is dat wanneer ik uitpak, ik mijn voeten niet te dicht bij elkaar moet zetten. Kijk, als je op heel squat kan dat nog steeds goed zijn, maar als je op flat squat, raad ik aan dat wanneer je uitpakt, je voeten net wat wijder zet, wat breder zet. En je gaat merken dat wanneer je uitpakt, het veel lichter op je rug gaat voelen. Kijk, ook al ben je ervaren, weet je wat je moet doen om sterker te worden, om beter te worden? Is het belangrijk dat je echt elke sessie
werkpuntjes opschrijft. Er kan altijd wel iets beter, bro. Dus ook al ben je op hoog level, ook al ben je op lager level, probeer altijd op te schrijven wat beter kan en daar dan de volgende sessie op te letten. Zoals jullie zien, zit ik nu op de bench. En voor de mensen, die al een tijdje kijken, die weten dat ik normaal niet bench op leg day. Dat is omdat ik momenteel eigenlijk ga switchen terug naar 5 keer per week trainen. Ik ga dichter bij competitie, ik voel mijn lichaam heeft meer rust nodig. Dus de oefeningen zoals cable row, lat pull down, bench, die ik op die dag doe, doe ik nu gewoon samen met mijn leg day. Ik combineer die, zodat ik dan een extra dagje rust heb. Want ik merk, hoe dichter ik bij prep kom, hoe dichter ik bij de zware gewichten kom, ik heb die rust nodig. En 6 keer per week trainen is precies of je body gewoon geen rust krijgt, snap je? Dus vandaar is het belangrijk navigeren. Maar ik heb 6 keer per week geprobeerd, is niet echt iets voor mij. Ik weet niet of jullie dat hebben kunnen zien, maar bro, ik pak die bar uit. Ik blijf steken op die haak. Ik dacht, waarom wil die rechterhand niet meegaan? Crazy, man. Na die set met 140 heb ik nog een paar setjes. Ik knalde 130, boys. En dat is het, man. Niks interessant. Maar voor nu, bro, kijk wie naar mij kijkt, man. Ah, ja. Ik heb mijn dumbbells al klaargezet. Het is tijd voor Bulgarian split squats, man, boys. De ergste oefening die er bestaat in de gym, maar wel de oefening die het sterkst maakt. Qua legs, 100%. Dus vandaar gaan we deze knallen. 30 kilo, we gaan sets van 10 doen, 3 sets van 10. We gaan niet wachten, bro. We gaan gewoon doen, man. Echt faya. Trouwens, boys, voordat ik begin met die set, kijk, deze, ik zeg dat gewoon om tijd te rekken, snap je, zodat ik nog niet moet beginnen. Dat bedoel ik met je kan serieus hier trainen. Parsley! Yo, Pars! Zie je, niemand, bro. Geen parsley, niemand. Solo trainen, bro, soms is dat goeie voor focus. Maar ik zeg jullie heel eerlijk, een training waar ik normaal gezien 2 uur over doe, ik ben een uurtje bezig, ik ben al bijna klaar, man. Dus we zijn gefocust, we zijn aan het knallen. Tijd voor Bulgarian split squats, we hebben genoeg gezeverd. Let's get it. Up. Là, c'est pas gâté, mof. Ik zeg jullie eerlijk, voor deze soort oefeningen is het wel nice als je gewoon een gympartner hebt, snap je? Om gewoon mee te knallen, die je accountable houdt van of je alles wel goed doet. Want als je alleen traint, heb je vaker de neiging om gewoon eerder te stoppen, et cetera. Niet dat ik dat doe, maar die neiging is er wel sneller, snap je? Als je matje op je staat te kijken en hij zegt, als jij stopt, ben je een fucking bitch, bro. Dan ga je niet zomaar stoppen. Vandaar. Maar het is belangrijk of er mensen kijken, of er mensen niet kijken. Of mensen je supporten, mensen je niet supporten. Gewoon je ding doen, bro. Doorgaan. Knallen. Nu ik 3 sets van Bulgarian split squats heb gedaan, zou ik eigenlijk een leg extension moeten doen. Maar ik zie dat in deze gym niet dat ik zie een leg extension is. Dus we gaan een beetje moeten navigeren. In de avond ben ik toch in basic fit. Het is momenteel 4:30. Rond 9:30 ga ik altijd cardio doen, 1/2 uurtje à 45 minuten. Dus ik ga dan gewoon die leg extension erbij pakken, 3 sets van 12. Maar voor nu is deze de workout van vandaag, maar we hebben weer een productieve sessie gezet. Nu gaan we even naar huis, even omkleden, douchen en iets eten, man. Ik neem jullie mee. Het eerste wat ik ga drinken na mijn training, is deze shake. Wat heb ik daarin gedaan? 1/2 liter volle melk, 10 gram creatine. 2 scheppen eiwitten, 32 gram eiwit in totaal. Een beetje fruit en 100 gram havermout. Voor de mensen die zich afvragen wat de macro's hiervan zijn, 850 calorieën, 62 gram eiwit. Bro, in 1 keer, bismillah. Vandaag niet in 1 keer, man. Ik heb veel koud fruit in gedaan. Ik ga die niet in 1 keer drinken. Mooi, op 1 minuut is die gedronken. Ik ben iemand die niet veel kan eten na mijn trainingen. Ook gewoon in het algemeen niet. Vandaar is deze makkelijk voor mij om even snel te drinken. 62 gram eiwitten. Straks ga ik nog een bakje van Fitpreps eten. En dan heb je al gewoon met die 2 dingen al makkelijk 100 gram eiwitten. En dan nog je andere maaltijden op de dag. Een potskeer. Bro, eiwitten halen is makkelijk. Dus stop met jullie excuses. Met ik kan mijn eiwitten niet halen omdat dat te moeilijk is. Bro, een potskeer 55 gram eiwitten. Deze 62 gram. Je hebt al 110 gram.
Bro, kom op man. Als je 100 kilo weegt, heb je 200 gram eiwitten nodig. Dan heb je al meer dan de helft. En de meeste wegen al 70, 80. Snap je? Het is easy game, bro. Voor alle mensen die deze video hebben uitgekeken, love naar jullie. Vergeet niet op jullie belletje te drukken, man. Als jullie op jullie belletje drukken, dan weten jullie, dan krijgen jullie een melding wanneer ik een nieuwe video post. Zo, want jullie weten, bro, ik ben nooit steady om 6 uur. Maar zo krijg je melding wanneer er een nieuwe video is. Dus vergeet dat niet te doen. Ga nu even klikken op dat belletje. Abonneer als jij dat nog niet hebt gedaan. Laat een comment achter en ik zie jullie morgen in een nieuwe video, boys.